De bekende Nederlandse artiest Alia Kolf, bekend van het liedje Ik zit op een wolk, is op dit moment in Suriname voor een optreden. Behalve haar optreden verzorgt zij ook enkele dansworkshops. Kijk mee naar het verloop van een van deze workshops. Ik zit naast de beroemde Alia Kolf. Wauw. Jawel, je bent beroemd en je ziet het publiek dat is opgekomen. Hoe voel je je om zoveel mensen te zien die achter je staan hier in Suriname? Fijn. Ik moet ook zeggen, ik doe het er ook wel voor hoor. Ik vind het wel gewoon belangrijk. Ik kom natuurlijk ook gewoon van Suriname, dat ik er ook wel gewoon wat voor terug doe. En dan is mijn genre natuurlijk de kinderen. Dus dan vind ik het leuk om af en toe gewoon een workshop of iets te doen voor de kinderen. Fantastisch. Hoe is je zangcarrière gegaan de afgelopen jaren? Goed. Ik heb het wel heel rustig gehouden. En dat is ook omdat ik echt prioriteiten voor mezelf moest stellen. Ik was nog bezig met een studie. Ja? Die heb ik inmiddels afgerond. Nu ga ik het gewoon weer helemaal oppakken en komen er gewoon tienduizenden singles aan. Zojuist sprak ik met je moeder en ze vertelde dat je bezig was met een studie. Wat heb je precies gestudeerd? Ik heb een dansopleiding gestudeerd. Dus ik heb echt geleerd uitvoeren. Dus zeg maar echt gewoon dansen. Maar ook gewoon docentenrichting en alles. En daarom ga ik ook in Nederland in ieder geval ook echt lessen geven. Dus met andere woorden, je bent zangeres, nu profdanseres. Wat doe je nog allemaal meer? Fun maken. Nee, ik ben daar echt gewoon nu even mee bezig. Maar meer om mezelf ook te ontwikkelen hoor. Als jong meisje, hoe ga je om met die populariteit? Ik doe gewoon mijn ding. Mijn moeder heeft me altijd wel gewoon stabiel gehouden. Dus ik moest altijd wel nog steeds gewoon mijn kamer opruimen, zoals alle andere kinderen. Ja. Dus ik loop niet naast mijn schoenen, of tenminste, ik hoop dat mensen dat ook zien. En ja, verder, ik doe gewoon mijn ding. Je hebt een optreden hier in Suriname. Ben je ready? Ja, ik ben helemaal ready. Ik hoop echt dat iedereen komt, dus koop snel je kaartje. 22 december, koop snel je kaartje, want het wordt helemaal lit. Je bent een jonge vrouw. Heb je misschien een boodschap naar de jonge Surinaamse vrouwen? Mijn boodschap naar jullie is sowieso gewoon geloof altijd in jezelf. En have fun met de dingen die je doet natuurlijk. Wat mogen we op je verwachten volgend jaar? Sowieso gewoon heel veel singles. Eventueel een album komt er ook aan. En ik hoop dat natuurlijk dat ik er nog steeds gewoon hier mag komen. Dat ik volgend jaar gewoon weer hier sta in Suriname. Ja. Ja, misschien even een teaser geven van Ik sta op een wolk. Ik zit op een wolk en ik kom er niet meer af. Mijn baby die is cool, mijn baby die is hot. En ik zit op een wolk en ik kom er niet meer af. Zie alles wat ik voel, heb ik never nooit gehad. Nu zit ik Nou, Alia, hartelijk bedankt. Heb je misschien nog een nieuwjaarswens? Heb ik een nieuwjaarswens? Maak er wat van in 2020. Ik weet dat jullie het allemaal kunnen. Geloof in jezelf en werk er hard voor. Boom. Hey, thank you.